Dit is stagiaire, waarom? Waarom ben ik het? Ik heb het als super simpel ervaren. Ik heb online gezocht naar opdrachten over machine learning. Toen kwam ik de opdracht van ICT tegen. Heb ik een gesprek gehad met Bart Lamot. Nou, die had een opdracht die enigszins gedefinieerd had al. En daar ben ik eigenlijk mee begonnen en het ging heel simpel. Eén gesprek en dat was het. Ja, ik ben begonnen met een LinkedIn bericht en daarop had Bart mij een mailtje gestuurd of ik de blockchain technologie interessant vond en of ik op gesprek wilde komen. En op dat gesprek beviel het me wel goed hier en toen was de opdracht eigenlijk al rond. Dus super handig geregeld. Het leukste aan mijn stage vind ik dat het heel vrij is. Je krijgt heel veel vrijheid om in te vullen hoe je om wilt gaan met eigenlijk de probleemstelling die je voorgelegd wordt. Je kan zelfs nog onderhandelen over de probleemstelling zelf. Wat ik het leukst vond was dat je best wel vrij bent in het vinden van een onderwerp en het vormgeven ervan. En dat niet ICT al een soort oplossingsrichting induwt. Dat ze zeggen, ga maar op onderzoek uit en doe maar wat jij denkt dat het beste is. Uiteraard wel met begeleiding en kansen voor feedback en input van de medewerkers hier. Maar uiteindelijk is het mijn project en ben ik zeg maar de baas, dus dat is wel erg leuk. Ik had in de eerste paar weken dat ik een klein beetje stroef op gang kwam met de begeleiding. Maar na de eerste paar weken had ik mijn huidige begeleider, Richard, die heb ik toen gevonden. Eigenlijk te zien is het super goed gegaan. Iedere week praat ik hem even bij over wat ik heb gedaan, geef heel veel feedback. Eventueel nog medewerkers hier die adviseert om even contact mee op te nemen. Ik krijg nu ook vanuit de business unit, Energy, waarvoor ik mijn opdracht min of meer uitvoer, voldoende input. Dus dat gaat supergoed eigenlijk. Ja, mijn begeleider die begeleidt me iets vrijer, dus ik heb niet elke week een gesprek. Hebben we van tevoren ook afgesproken. Hij is ook niet technisch onderlegd, maar hij kent wel bijna iedereen in het bedrijf, waardoor ik via hem in contact kan komen met mensen die expert zijn op het gebied waar ik in de problemen kom of waar ik vragen over heb. Dus al met al bevalt de begeleiding erg goed. Ik had van tevoren een beeld van ICT dat het een groot bedrijf was. Dat wist ik wel, in ieder geval naar mijn idee groot, dus richting de 1000 man. En daarom verwacht ik eigenlijk wel een heel formeel bedrijf, waar je niet zo snel contact had met je begeleider of iets dergelijks, omdat het gewoon minder korte lijntjes zijn dan mijn klein bedrijf. Maar het is eigenlijk alles meegevallen, want het is gewoon een informele sfeer op kantoor en je kan eigenlijk gewoon naar je begeleider in mijn geval toelopen, omdat hij hier op locatie zit en van alles vragen. Dus dat is eigenlijk wel anders dan ik van tevoren had verwacht. Oh, ja, dat is een goede vraag. Ja, ik weet niet. Wat wil ik anders? Wat zou ik willen veranderen? Ja, ik weet het op zich niet. Ik ben op zich gewoon wel eigenlijk tevreden over wat het is. Misschien zou meer tweede beeldschermen. Oké. Ja. Toch eentje. Meer beeldschermen om je laptop op aan te sluiten. Wat wil ik vragen aan Sjoerd? Ja, feedback op mijn scriptie, maar stuur maar door. Ik heb wel een vraag. Wat is jouw favoriete moment van de stagedag? Ik denk de lunch. En dat is niet omdat ik mijn stage niet leuk vind of de stageopdracht niet leuk vind, maar net als nu met het goede weer dat we naar buiten gaan en gewoon met z'n allen lekker iets eten en toch wel ook wel over de opdracht praten of over waar je tegenaan loopt. Dat vind ik wel handig en vind ik wel gezellig. Dus ik denk dat elke dag wel weer leuk is, lunch. Ik vind het leuk dat er dingen worden georganiseerd voor de stagiairs. Iedere vrijdagochtend hebben we de stand-up meetings. We maken de filmpjes zoals deze, maar ook de demo's van onze producten. We zijn recentelijk naar Utrecht geweest voor een uitje met eten en bowlen en arcade room ding, hoe heet zoiets? Ja, arcade, ja, spelhal. We hebben binnenkort nog het 40 jaar bestaan van ICT, waarvoor we naar Rotterdam gaan voor een feest. Dat heb ik wel zin in. Ik denk dat dat zijn wel mijn favoriete dingen denk ik aan de stage lopen hier. Dat dingen voor ons worden georganiseerd.